Okay.
Are there lessons every day? Are you giving lesson every day? I will give lesson every day with the exception of Sunday and Saturday. Okay. It's also intervention. Yeah. In fact, it's very helping because we are the most modernized here in South Coast, Kwale, Diani. Okay. So I was more equipped than other colleges. Leiding te kosten voor elektriciteit. En dan dacht de man van juf Katrien, oh, maar we gaan dat opbouwen doen. En hebben ze gezegd aan Dan, nee, alsjeblieft niet opbouwen, want ze komen het stelen. Misschien de muur. Ja, gewoon als je kabels opbouwen legt, komen ze het stelen en gaan ze het verkopen. En daarom ook dat de lokalen moeten zijn volledig afgesloten en het materiaal elke dag, als de leerkracht weg is, dus op te leggen. Maar hier spelen ze ook, hè? Ja, deze nacht is er weer een bezoek geweest in de school hier. Ja, het is nu waar. Soms hoe dat de zaken daar vooruit gaan. Je moet wel aan al de regels voldoen, hè, Hugo. Zien dat je alle toelatingen en zo verder hebt. Want... Maar dat is ook de reden waarom dat de man van Katrien regelmatig naar Hinder gaat, contact met een architect. En ja, op technisch gebied is hij wel onderlegd en kan die mannen wel een beetje het vuur aan de schenen leggen. Vinden jullie het belangrijk dat wij zo mensen in het verder steunen? Ja. Heel belangrijk. Ik vind dat heel belangrijk. Waarom vind jij dat zo belangrijk? Ja, anders dat zou niet eerlijk zijn voor jou. Als wij... Ja, ik denk dat het goed is hoor. Dat is niet eerlijk dan voor u als wij hier alles hebben en zij daar niet. Ja. Kunnen jullie daar iets van leren? Ja. Zeg. Ze zijn een beetje arm, ja. Maar de mevrouw en jullie oude leerkracht vertelde ook dat er veel talent is. Geloven jullie dat? Ja. Ik denk dat ook, hè. Dat is veel talent. Kennen jullie iemand beroemd die uit Kenia komt? Ja? Ja? Isaac. Ah, en wie is dat misschien? Ik ken die ook. Dat is een atletiek. Ja, die is van Kenia naar België gekomen met zijn pleegouders. En die doet atletiek en die doet dat zeer goed momenteel. Weet dat je dat niet? Kent er niet op? Die ja, heel jaar. Origi, ja. En nog iemand, heel beroemd, die Keniaanse roots heeft. In heel de wereld is die beroemd. En die in hetzelfde vak zit als... Obama. Ja! Dat is mijn taak, hè. Wat niet? Dat is mijn taak, hè. Ah, ja, absoluut. In 2000... Belgium... Yes. Ja, yes. Er is juist al een van de leerlingen al toegekomen. Wacht, ja, kijk, misschien is het leuk om een keer te horen hoe hij hem voelt. Wacht, hè? Nee. Daar zit hij. Dat is het zien. Ziet je hem? Ja. Katrien, vraag een keer dat hij zijn hoofd naar de venster draait. Dan gaan we hem misschien iets klaarder zien. Wacht, ik ga vragen dat hij recht staat. Wacht, hè. Misschien is het inderdaad beter, hè. Beter? Ja. Hij is iemand dat inderdaad hier ook cursus volgt. En waarom ben ik zo blij dat hij afgekomen is? Want die is heel leefkierig. Die zat bij ons op de lagere school, in de primary school, Rainbow. En die jongen was dus 2 jaar een beetje aan het zoeken, want die had dus geen geld om verder studies te volgen. Want die is alleen op de wereld, dus die heeft geen ouders. En als wij dit geopend hebben, was hij een van onze eerste studenten. En waarom? Omdat wij ook korting geven aan onze leerlingen die van onze lagere school vertrekken. Dus misschien is het moment om aan hen vragen te stellen. Maar op zijn Keniaans is de gewoonte dat hij eerst zichzelf voorstelt. Dus misschien kunnen we dat vragen, hè? So maybe you introduce yourself. My name is Safari Brahma. I was a student. You hear him? Yeah.
can continue? Yeah. What is your age now? What is your age now? 25 years old now. 25 years. And are you working behind the school? Do you have any work? Do you have a job at this moment? I study. I completed my studies at Rainbow for Kids. And then I went to high school. I wanted to go to high school. Katrien, de klank komt niet goed door, hoor. Fabi, there we go again, hè? I have to go high school because of the school fees. But now I'm at Rainbow Talent Academy. I'm also a student at Rainbow Academy. I take the studies as the ICBU, ICT. And I would also continue with it because it is very interesting. I don't know, you have any vragen naar hem toe of naar de leraar? When did he start the course? A few weeks ago? When did you start the course? When did you come out the first time? I started my course on 15th September. And the course will take at about 3 years. About 3 months. Het zal ongeveer 3 maanden zijn, dat zoiets. Ja? Echt, hè? Zeg maar. Wil je dat bakken? When do you have your birthday? Did you hear it? No. When do you have your birthday? My birthday? Yes. January. Ja. Devices, verschillende spullen, zoals wat moet je daar allemaal aanhangen. Je kunt daar een kopieer aanhangen en je kunt daar een printer aanhangen. Je kunt daar, ons project, en die geloven dat wij dat echt doen. Want
belangeloos en om onze kinderen hier in Kenia te helpen. Maar niet alleen onze kinderen, maar ook de mensen hier die geen kans hadden gehad om naar school te gaan. En dan wil ik zeker de mensen van ons team bedanken die daar zijn. Juf Veerle, bedankt. Francis, Hugo, bedankt. Maar zeker provincie Vlaams-Brabant om ons ook in ons te geloven via een dossier, via geschreven woorden. Maar als ze toch niet geloofden, van dat we goed bezig zijn. En dat geeft alleen maar een stimulans om verder te doen. Dus oprecht, dank u wel vanuit Kenia. En het van jullie, Asante Sana. Asante, ja. Asante Sana. Asante Sana. Nog een keer. Asante Sana. Katrien, we hebben het gisteren op elkaar gehoord. En wij zijn niet blij met wat we soms hebben en zij zijn blij en ze hebben niet superveel. En, ja. Dus we kunnen van hun leren dat we hen alweer moeten blij zijn met wat we krijgen. Ik heb het je verstaan, Katrien. Ah, oké. Ah, Pieslik. Ja, en wij hebben ook veel meer dingen dan hun. Echt. Wij hebben veel meer dingen dan hun en zij hebben veel minder en toch zijn ze toch blijer dan wij dat wij hebben. Nu horen wij u niet meer. Wij horen u nu heel slecht, Katrien. Als je proberen. Ja, ja. Ah, Robin nog. Oké. Dat wij minder rap moeten opgeven als iets niet lukt. En dat zij zat ik in school. En toch maakt dan niet uit of ze nu 16 jaar zijn. En toch zijn ze in het eerste leerjaar, maar toch willen ze leren. En dus ze geven niet op. En wij geven soms veel te rap op. Ook het missiefeest hier, je ziet dat ze geld inzamelen en het geld gaat dan ook, je ziet dan ook resultaat. Dus ja. En dat ben ik heel blij dat je dat vertelt, want dit is waar het om gaat. Hè. Jullie zijn allemaal bereid om te delen, maar we weten niet altijd met zekerheid van, is het er wel? Want iedereen wil helpen, daar zijn we van overtuigd. Maar we willen ook wel weten, komt het er wel aan, hè? En jullie hebben al gezien, onze andere school, hè? Wat we ermee doen. Ja. Oké? Okay? Ja. Het is een prima werkje, Katrien, en wij duimen ervoor. En ja, wij hopen dat je er steun ondervindt van heel wat mensen rond u ook, dat je verder kan doen. Misschien kan ik dit nog vertellen. Deze morgen kwam er een jongen bij mij, 16 jaar. Die zit bij ons in het vierde leerjaar. En hij noemt John. En John kwam bij mij en ik vroeg hem, John, ik zeg maar, opeens woonde jij in een ander huis. Hoe komt dat? Waarom ben jij niet bij je moeder? Dan heeft John mij zijn verhaal verteld. Hij zei, mama Rimbo, mijn mama die drinkt en die zorgt niet voor ons. Dus ik ben weggegaan en ik heb gezegd aan mijn grote broer, zijn grote broer is 17 jaar, wij gaan alleen wonen. Maar ja, zei hij, mijn grote broer, die zorgde eigenlijk ook niet voor mij. En ik heb een nieuwe oplossing gezocht en ik ben bij jullie gekomen. En dan heb ik gevraagd aan John, ik zei, John, maar wat is uw les? En hij zei, mama Rainbow, ik ga nooit vergeten wat iedereen gedaan heeft van Rainbow for Kids voor mij, maar ik ga ook niet vergeten dat eigenlijk mijn mama ook niet correct was. En mijn papa die is al heel lang geleden weggelopen. En ik was erg blij met zijn antwoord, want wij willen dit ook aan onze kinderen vertellen. Van, oké, ze hebben het heel slecht gehad als ze klein waren, maar dat ze ook niet diezelfde fout begaan. Dat ze zij wel voor hun kinderen gaan zorgen. En zo hebben ze allemaal hun verhaal. Allemaal. Ik ben hier nu met Hilde, en Hilde is iemand van ons team, en haar vriend is voor de eerste keer meegekomen. En hij zei mij gisterenavond, zei Katrien, ik kan niet geloven wat de kinderen allemaal vertellen. Hoe triestig dat die verhalen allemaal zijn. En heb ik hem gezegd, oké,